Welkom bij de workshop over emoties. Dit is het eerste deel van een serie van 3 van de basiscursus The Art of Shadow. En in deze workshop gaan we het hebben over emoties. Wat zijn het en hoe gaan wij daar mee aan de slag? Nou, emoties die kun je ervaren zoals je wel weet. Het begint bij je fysieke lichaam. Je kan bijvoorbeeld je hand vastpakken, dan voel jij letterlijk en figuurlijk je fysieke lichaam. Maar om ons heen hebben we ook eigenlijk nog een soort energieveld, ook wel aura genoemd. En daar zitten eigenlijk ook nog een paar lichamen in. Vlak op ons fysieke lichaam zit het etherische lichaam. En dat noemen ze ook wel de blauwdruk van ons leven. En dat is gekoppeld aan het eerste chakra. En dat zorgt voor alle energetische processen in ons lichaam. Daarna komt het emotionele lichaam. En daar gaan wij het allermeest mee werken deze keer. En dat is gekoppeld aan chakra 2. En deze houdt alle emoties in beweging, om het zo maar te zeggen. En emoties vertellen wat jij als lichaam en persoonlijkheid van iets vindt. En hoe je kan reageren op mensen en situaties. Dan hebben we ook nog het mentale lichaam. Die is verbonden met het derde zonnevlecht. En hier vinden alle mentale processen plaats. Het omvat het denken en het intellect. En hier staan ook onze overtuigingen eigenlijk. En hoe je begrip koppelt aan iets wat je ziet in de buitenwereld is allemaal een mentaal proces. En dan is er nog een lichaam. Het staat hier niet afgebeeld, maar is wel een beetje belangrijk ook. Of eigenlijk erg belangrijk. En dat is het astrale lichaam. En dat is verbonden met het hartchakra. En die gaat over gevoelens die hun oorsprong hebben in onze ziel. Dus je verlangen en wensen die heel diep in jou aanwezig zijn. En dat gaat dus over je innerlijke wezen. En al met al zijn dat de emoties en gevoelens die wij ervaren. Ja, die emoties die zijn energie. Dat emotionele lichaam waar wij straks mee gaan werken. Die stralen energie uit en die kun je zien als golven, als radiogolven. En denk maar aan een radiozender, een radiostation of een radio in de auto. En je kunt afstemmen op een bepaalde frequentie. En die frequenties zijn eigenlijk trillingen. Zo heeft elke emotie zijn eigen trilling. En die trilling kan heel zwaar zijn, dan is die langzaam en laag. Of die kan heel snel gaan, een hoge trilling, dan is die licht. En die emoties die worden uitgedrukt in frequenties. Zo zie je bijvoorbeeld dat helemaal onderaan, rechts, zie je bijvoorbeeld dat de dood. Ja, als je helemaal dood bent, dan heb je geen frequentie meer. Dan zend je niks meer uit. Je hebt het zelf eigenlijk ook een radiostation. De meest zware emotie of gevoel is het gevoel van schaamte en isolement. Dan zit je heel dichtbij de dood. Je schaamt je dood. Daar zit gewoon geen gevoel meer in. Daarboven zit vernedering. Als iemand jou nou vernedert, dan duwt hij eigenlijk jouw emoties naar beneden, jouw frequentie naar beneden. Schuldgevoel, dat kun je zelf hebben. Dan duw je jezelf naar beneden. Angst, dat is ook een hele terugtrekkende emotie. Je wil eigenlijk wegwezen. En boosheid, controle, wilskracht en kracht. Daar zit een soort kantelpunt van laag naar hoog. En we werken eigenlijk het liefst met boosheid, want die kun je zo leuk kneden. Boosheid kan echt twee kanten op. Je kunt boos zijn op iets en dat dan negatief is, een zware frequentie. Maar je kunt het ook omzetten in wilskracht. En kracht. Dus die boosheid kan een kracht, dat is een kracht, maar je kunt hem op verschillende manieren inzetten. Als je verder omhoog kijkt, dan krijg je dankbaarheid, waardering, plezier, maar er zit ook vrede. Bij dankbaarheid en waardering zit ook vrede. Dat brengt je op een wat rustiger. Je wordt rustiger. De trilling wordt lichter. En dan kun je plezier gaan ervaren en liefde kan gaan stromen. Nou, het ultieme, de hoogste frequentie is geluk. In het Engels zou je kunnen zeggen bliss. Bovenzintuigelijk geluk. Ben je helemaal vrij. Ja, daar kan niks je eigenlijk meer raken. Dan ben je zo boven alles uit. die emoties, dat zijn levensemoties. Je kunt een snellere en lagere frequentie hebben. En
Het is of overleven of leven. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, wij spelen met die emoties en wij zeggen eigenlijk van hoe kunnen we die energie van die emoties veranderen? Ja, want die willen we natuurlijk eigenlijk verhogen. Want we willen groeien. Dan hebben we intentie nodig. Een intentie, dat komt uit je energetische blauwdruk, waar we het net over gehad hebben. En dat eigenlijk is, ligt dat al in jou besloten. Alleen wij weten dat soms helemaal niet. Deze bloembol, die weet al wat hij gaat worden. Nou, in dit geval is die een hyacint geworden. Prachtig. Mooie kleuren, lekker geuren. Wij hebben ook een intentie. Eigenlijk moet ik zeggen, wij hebben een energetische blauwdruk. En daar in die stroom van die energetische blauwdruk hebben we net geleerd dat dat het etherische lichaam is. Dat is een soort onderliggende stroom in ons leven die ons zegt van hey, maak een intentie en zorg dat je in die hogere frequenties komt. Dus dat je je dankbaar voelt, blij voelt. En dat heb je, dat is gewoon prettiger als dat je je heel onveilig zou voelen of helemaal dood en je schaamt je naar en noem maar op. Dus het is heel belangrijk om een intentie te maken, te zetten voor wat jij wilt, welke richting jij op wilt. En dat dat gewoon, dat merk je als je alles in een flow gaat. Dan weet je, hé, dat is het, mijn intentie is hetzelfde als mijn blauwdruk. Want het klopt gewoon. Dat kan je voelen. En daar gaan we, die richting op gaan wij werken met de Art of Shadow. Nou, die intentie, daar gaan we nog wat verder op in. We hebben een cyclus gemaakt en je hebt heel veel methodes waar veranderingsprocessen in beschreven staan. We hebben ons eigen veranderingsproces gemaakt in deze cyclus. De transformatiewiel noemen we dat vanzelf. En je ziet dat rechts de emoties onder het kopje ervaren staan. Dus we gaan eigenlijk veranderen door te ervaren. We gaan die emoties voelen, uiten. We gaan ermee spelen. We gaan kijken naar de zintuigen. We gaan kijken naar de frequenties. Hè. We kunnen straks voelen wat iemand voor emotie vasthoudt of loslaat. En we zeggen eigenlijk door met die emoties te spelen, breken we in dat wiel. Hè. We kunnen dat wiel een nieuwe slinger geven. Dat kan ook door bijvoorbeeld te mediteren. Maar dat is niet wat we doen in deze cursus. We werken nadrukkelijk met de emoties. Op het moment dat je iets bewust maakt, haal je het uit het onbewustzijn. En dan kun je dingen veranderen in je leven. Je krijgt dan eigenlijk meer in het centrum, meer grip op jouw proces. Je krijgt meer grip op je leven. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik kom meer in mijn kracht te staan. Jij wordt in het midden de baas van je eigen proces. In het onbewustzijn, daar zitten maskers. Daar gaan we straks ook mee werken. Met schaduw gaan we ook mee werken. In de tweede cursus gaat het over schaduw en maskers. En overtuigingen. Dus die overtuigingen zitten eigenlijk ook in het onbewustzijn. Daar gaan we straks bij die maskers wat meer op in. En de bedoeling is eigenlijk dat alles steeds meer in het bewustzijn komt. He, dat jij in je leven een bewust leven gaat leiden. En we gebruiken dus die emoties daarvoor als feedbacksysteem. Wat zeggen die emoties ons? Emoties gaan altijd over het nu. Je ervaart nu wat. Je ergert je, want het staat zo'n lange rij bij de kassa. Ja, dan erger je. Je moet wachten. En dat voel je gewoon nu. Een ergernis. Ze gaan ook altijd over jou. Je denkt wel dat het aan de rij bij de kassa ligt. Dat die kassa juffrouw niet snel haar best doet. Het zegt iets over jou. Voel jij je ongeduldig? Heb je haast? Maar dan zegt dus die rij dat jij geduld mag oefenen. Dus het zegt altijd iets over jou. Emoties zijn ook altijd in beweging. Want je stapt naar buiten. Je stapt in je auto. Naar de volgende winkel. Hey, gelukkig, daar is een parkeerplek voor mij. Wauw. Nou, je voelt je gelijk weer een stuk beter. Want er was een parkeerplek voor jou. En zo is altijd alles in beweging. Een emotie heeft ook een tegenpool.
Zoals je net al merkte, was je ongeduldig en gefrustreerd, want het was een lang rij. En even later ben je gewoon helemaal blij. Dus het kan echt van het ene op het andere moment een andere emotie, een andere gevoelsbeleving hebben. Emoties zijn ook niet goed of fout, ze zijn er gewoon. Mag je gewoon voelen allemaal. En emoties kunnen je iets leren. Als je echt naar je emoties leert luisteren, voelen, ervaren, dan hebben ze je wat te zeggen. Luister maar eens. Nou, we vragen ons af wat die emoties ons te zeggen hebben. En daar gebruiken we de drie vragen. Hoe voelt die emotie? Wat wil de emotie vertellen? En wat vraagt dit van mij? De emotie, in het woord zit ook motie, motion. Als je het in het Engels zegt emotion, dan is het een beweging. En die emoties zijn in beweging. Kan ik die beweging waarnemen? Kan ik die stroom van emoties in mezelf een keer een dag gaan observeren? En wat gebeurt er eigenlijk? Ze komen en gaan. Maar wanneer komen ze op en wanneer gaan ze weer? En wat wil die emotie mij dan vertellen? Kan ik, als ik veel boos ben, is er dan misschien iets in mijn leven wat ik moet veranderen? Wat vraagt dit van mij? Het vraagt eigenlijk gewoon dat ik luister naar de taal van emoties. Het wordt een gesprekspartner, een spellingpartner. En wij bij de Art of Shadow gaan spelen met emoties. We gaan de emoties uitbeelden. Ja, dat is echt te gek. Je mag zo gek doen als je wil. Dus ga je maar groot maken. Ga je maar klein maken. Boos. Alles mag gewoon. Dus ja, we gaan ze gewoon uitbeelden dat ons lichaam voelt hoe het voelt. Als we, nou ja, die emotie hebben. Je mag ze ook uitdrukken in geluid. Hè? Schreeuwen, huilen, stampvoeten, maakt niet uit wat. Emoties benoemen. Waar neem je het waar in je lichaam? Oh, ik zit heel hoog te ademen. Misschien komt een soort spanning, misschien wel een beetje angstachtig. En hoe voelt die emoties? Nou, ik voel me heel down erbij. Voel je klein, dik, dun. Ga je kleuren of geuren waarnemen. Alles is belangrijk, dus alles mag je gaan benoemen. Ja, en het spelen met emoties is echt verrassend levendig en plezierig. Het is echt zo'n feestje om dit te doen eigenlijk, de Art of Shadow. En het werkt gewoon heel bevrijdend. Het is gewoon, ja, je kan je aan alle kanten uiten, hè? Dat zie je maar. En we werken ook gelijk met de juiste energie. Want zoals je net gehoord hebt, gaan emoties altijd over het hier en nu en altijd over jou. Dus als je iets voelt, nou ja, dan gaan we gelijk mee aan de slag. Dus we spelen gelijk met de juiste energie bij de Art of Shadow. Nou, er zijn verschillende theorieën over emoties. Hè? Bijvoorbeeld, wat is het verschil tussen gevoel en emotie? Er zijn primaire en secundaire emoties. En wij zeggen eigenlijk, alles is emotie. Dus het hele woord gevoel, dat gebruiken we niet zoveel. Wij gebruiken eigenlijk alles met de term emoties. Maar het is wel leuk om even te kijken naar wat voor verschillende emoties er zijn. Je kan bijvoorbeeld zien dat primair boosheid uiteen kan vallen in heel veel secundaire en soms wel tertiaire emoties. Dus er zijn heel veel gradaties in één emotie. Het is net als een kleurenwaaier. Je hebt heel veel schakeringen eigenlijk van kleuren. Zo kan boosheid bijvoorbeeld ook zich uiten in mopperen. Iemand die altijd maar moppert. Ja, die is misschien wel gewoon boos, maar die doet niks met die boosheid. Dus die blijft mopperen, die blijft daarin hangen. Of kritiek leveren is ook een hele harde, ja, dus kan heel agressief zijn zelfs. Of je geïrriteerd voelen is ook een soort boosheid. Wat ben je zo geïrriteerd? Er zit boosheid achter. Er kan dan ook weer angst hebben, dus die kleuren kunnen ook weer mengen met elkaar. En boosheid is een leuke, want die heeft wat je zag bij die frequenties, die kun je omzetten ook bijvoorbeeld weer in daadkracht. Of passie. Of vastberadenheid. Dat zijn ook vormen van boosheid. Dan zet je die boosheid eigenlijk om in een hogere frequentie. Dan ga je met die boosheid werken. Dat gaan we ook doen in deze cursus. Primair is bijvoorbeeld ook liefdevol. Je kunt heel erg verliefd zijn.
of heel dankbaar voor het leven, dat is een uiting van liefde. Je kunt natuurlijk gewoon van iemand houden. Dan ga je compassie voelen voor iemand. Hè? Dan wordt het makkelijker om begripvol te zijn naar iemand als je van iemand houdt. Je gaat misschien een zorgelozer leven leiden als je in liefde leeft. Hè? Het klinkt allemaal leuk, maar hoe doe je dat dan? Je gaat misschien ook respectvoller met anderen of zelfs met spullen om als je in liefde leeft. En al die dingen zijn als secundaire schakeringen van de primaire emotie liefde. En zo heb je bijvoorbeeld angst. Dat is ook leuk om mee te werken. Wij werken trouwens het liefst met die zware emoties. Want die kun je lekker kneden, net als klei. En die hoge frequenties, die zijn al goed. Daar hoef je dan eigenlijk, die kun je met rust laten. Want die zijn al waar ze moeten zijn. En die zware emoties, die zitten je vaak in de weg. Hè? Daar wil je dan mee aan de slag. Maar angst is bijvoorbeeld ook een interessante. Die uit zich ook in bijvoorbeeld onzekerheid. En je afgewezen voelen. Hè? Je bent bang dat je alleen komt te staan. Komt heel veel voor, die afgewezen, dat gevoel. Hulpeloos. Hè? Ik ben het slachtoffer. Ik weet het niet. Ik kan me niet redden. Er zit ook angst achter. Hè? Angst om stappen te nemen. Alert zijn. Waakzaam. Verantwoordelijk. Dan gaat hij alweer wat naar een hogere. Want misschien moet je gewoon heel erg alert zijn in een situatie. Je bent misschien met je kinderen aan boodschappen doen in een drukke winkelstraat, als dat zou kunnen. Dan moet je heel erg opletten. Zijn mijn kinderen nog om me heen? Je bent dan waakzaam. En je bent ook verantwoordelijk. Dat hoort dat bij angst. Dus dat heeft ook verschillende frequenties eigenlijk. En emoties hebben tegenpolen. Zoals boos, dankbaar. Onbezorgd, schuldig. Misschien kan je het zelf even voelen. Iemand beschuldigt jou. Of je het nou wel gedaan hebt of niet gedaan hebt. Je voelt je gewoon even schuldig. Zo van, maar als jij niet schuldig bent, dan kan je hem gewoon laten gaan. Je neemt hem niet aan, want je bent niet schuldig. Dan word je gewoon weer onbezorgd. Dan kan je hem gewoon laten gaan. Maar is er iets ooit, dan kan die ook iets triggeren. Maar daar vertellen we later veel meer over. Maar zo is het heel belangrijk, de tegenpolen van de emotionele kanten van ons. En dat heeft allemaal met de frequenties gemaakt, wat Elsa net heeft uitgelegd. En met hoe de wereld ons ziet en hoe wij reageren op de wereld. Dus, en wij gaan dus bij de Art of Shadow spelen met al deze emotionele tegenpolen. Nou, dit was de cursus over emoties. Deel 2 gaat zo meteen over het masker en de schaduw. En dan gaan we eigenlijk wat meer in over die tegenpolen. Je ziet als logo ook hier groot. Dat lusje, dat bestaat eigenlijk uit twee kanten. Hè? Die 8, die liggende 8. Dat zijn de tegenpolen en daar gaan we mee sparren. We gaan met die tegenpolen een beetje een potje sparren. En dan is het de bedoeling dat je in die hartenergie, in die intentie komt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende workshop. Dag. Dag.